2016 ook kan gaan. Maar daarvan zit 25% in R&D. Een schoonmakerrobot inzet. En dan hoor ik nu al misschien wat denken. Nee, waar wij met basisschoolleerlingen onze spelers inzetten, want onze spelers zijn onze helden. Wij doen het met... Ja, Energiek Almelo heeft vanavond de genomineerden bekendgemaakt van de Energiek Almelo Award 2016. Een hele mooie prijs die we ieder jaar kunnen uitdelen aan 3 genomineerden. Uiteindelijk kan er maar eentje van winnen. Maar 3 genomineerden en die hebben we vandaag met elkaar hier bekendgemaakt. Om genomineerd te worden... Moet je voorgedragen worden door je eigen ondernemersvereniging. De voorzitters die kunnen een kandidaat aanwijzen vanuit hun eigen ondernemersvereniging of bedrijvenvereniging. En die wordt dan tegen de meetlat aangelegd door de Energiek Almelo Award Commissie. Die gaat kijken of een kandidaat of een naam daarvoor inderdaad in aanmerking komt. Nou, we hebben dit jaar, en dat is echt 3 prachtige bedrijven, we hebben dit jaar Smits Chemical Solutions uit bedrijvenpark Twente. Dat is de eerste genomineerde. Een ander echt Almeloos bedrijf aan de Plesmanweg is Acito. En het derde jaar, de naam zegt het al, Heracles Almelo, dat is onze 3e genomineerde van de Energiek Almelo Award. Wanneer weten we nou wie het gewonnen heeft, die award? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, het is er niet makkelijker op geworden, want het waren 3 geweldige verhalen wat de mannen vertelden. Dus wat dat betreft hebben we flink wat stof om nou over na te denken. De komende weken gaan wij daar in de commissie goed over nadenken en dan zal 24 november uiteindelijk de winnaar bekend worden gemaakt. 24 november, wat is er dan? 24 november zal ons congres zal worden georganiseerd in het Theaterhotel. We hebben niemand minder dan Tom Egberts bereid gevonden als echte Almeloer. We maken er ook een mooi Almeloers feestje van. Als echte Almeloer om daar zijn verhaal te doen.